Bellet. Hoi Bellet. Wie zijn jullie en wat doen jullie precies? Nou, ik ben Lut, ik ben 12 jaar en ik doe avontuurtje. Ik ben Anouk, ik ben 13 jaar en ik doe ook avontuurtje. En avontuurtje is eigenlijk een soort turnen en acrobatiek op een paard. En hebben jullie ook eigen ponies? Ik helaas niet. Ik heb één eigen pony. Maar we hebben wel een heel leuk teampaard. En hoe heet die? Hij heet Bjuk. En wat voor paard is dat? Nou, het is een paard, ja, gewoon een groot paard. Ik denk middel 70 of zo. Ja, we weten het niet precies, maar rond de 1,70 denk ik. Gaan jullie mee naar school? Ja hoor. Ja? Ik vind dat het wel beter met jou. Ja. Het is een heel fijn voltigepaard omdat hij een groot galop heeft. En ja, dat is heel fijn dat je met zwaaien geeft hij ook veel mee. Dus dan kan je ook opzwaaien. En ja, hij is altijd heel braaf. Dus yeah. Hij gaat lekker gewoon. Hij is heel chill. En het is ook vooral heel fijn met de kuur. Dus bijvoorbeeld als er iemand iets verkeerd doet of een keertje valt of zo, blijft hij gewoon zo'n rondje lopen. Hij reageert er niet gek op zo of dat hij gaat rennen ervan. Ja, en dat is heel fijn. Dan kunnen wij ons goed concentreren en dan op onszelf focussen. En ja, dan zetten wij een goede kuur neer en dat is heel fijn. Hoe lang hebben jullie getraind voor het WK? Ja, ongeveer van oktober tot nu. En we hebben gewoon getraind. En ik denk sinds januari dat we vast op Bjuk zitten. En we trainen meestal elke zaterdag. En soms als er iets, een wedstrijd is of er is iets als Koningsdag of zo, dan wordt de training verplaatst of is er geen training. En wat verwachten jullie van het WK? Nou, ik denk dat het op zich wel goed gaat. Ik weet niet in hoeveel landen meedoen. Dus ik denk misschien rond de 11, 12. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik denk rond de 11, 12. En vorig jaar met het EK zijn we op een ander paard gestart. En toen waren we achtste. Dus ik denk dat we in de top dat we daar zeker in kunnen komen. Wat is eigenlijk het CVI? Nou, het betekent eigenlijk Competition Volting International. En dat is een competitie van voltige internationaal. Dus dan kunnen alle landen meedoen. Ja, dan kunnen gewoon alle landen meedoen. En of, ja, ze mogen zelf kiezen of ze meedoen of niet. Waarom zijn jullie nu hier dan? Dit is eigenlijk een soort oefenwedstrijd en met deze wedstrijd kunnen we punten halen om met de WK mee te mogen doen. En als je die punten dan niet haalt, mag je dan niet meedoen? We hebben in Semur, een paar weken geleden, hebben we 1 punt al binnengehaald. En als we met deze wedstrijd de punten niet halen, dan hebben we nog in België een wedstrijd en met nationale verliesdagen. Welk team zit hier? Wij zitten in het Nationaal Junior Team. Hoe wordt dat eigenlijk samengesteld? Nou, er vindt dan een selectie plaats. En dan maken iedereen die mee wil doen, die maakt een filmpje van thuis op de bok. En dan doen ze daar een paar verplichte oefeningen. En dan wordt dat opgestuurd naar de trainsters. En die gaan dan kijken wie er allemaal mee mag doen. En eigenlijk het team van vorig jaar, die mag sowieso komen. Behalve als je misschien boven de 18 bent, dan mag je niet meer meekomen, want dan ben je te oud. We hebben met de Go Social Party op Smaragd een beetje van teaser gedaan. Weet jij waar die staat? Ja, die staat hier ook in de stallen. Oké, okay, nou, laten we even gaan kijken. Hallo.
Ja, eten. Ik heb geen interesse voor ons. Smarrig. Willen jullie ook wat oefeningen doen op de tong? Ja hoor. Oké, nou, laten we gaan. Ik heb een goed idee, doe je jas er vast uit. Wij doen het voor, doen jullie het na? Oké. Okay. We'll be right back.
Wat leuk dat we hier mochten zijn. Graag gedaan. Super leuk dat jullie hier waren. Wanneer is het weekend? Dat is 24 tot en met 28 juni. Super leuk zijn als jullie hier kwamen komen kijken. Nou, daar komen we zeker. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer hier op ons kanaal. Klik op belletje. Of fijn. Dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei.